Ik werk hier bij de Jumbo, Purmerend, stadje. Ik krijg zakgeld van mijn ouders en ik werk als bijlesdocent. Bijbaantjes heb ik gehad, maar ik zit nu een beetje tussen banen, maar ik heb veel gespaard, zodat ik nu nog gewoon kan leven. Ik heb een bijbaantje en ik loop stage, dus ik heb stagevergoeding. Ja, wel eens. En dan wat geld lenen van mijn ouders, maar wel altijd terugbetalen achteraf. Ja. Nee, dat doe ik niet. Als ik geld heb, dan zet ik het meestal op mijn spaarrekening en anders geef ik het niet uit. Nee, eigenlijk niet. Nou, wel een keer vakantie geboekt die ik later dan terug moest betalen. Ik had bijvoorbeeld mijn scooter. Ik had dat gewoon van mijn spaarrekening dat betaald. Alleen dat gewoon terugbetalen en dan is dat ook helemaal geen probleem. Jawel, soms heb ik gewoon kleding gekocht, had ik gewoon geld moeten lenen of zo, weet je wel. En dan heb ik het gewoon later moeten terugbetalen. Maar dat is eigenlijk, man, dat is eigenlijk. Of misschien games voor PlayStation en zo, man, dat is. Fulltime werk, ik had een beetje uitgerekend, zou ik op mijn leeftijd nu zou ik denk ik 1200 euro kunnen verdienen als ik echt fulltime ga werken. Misschien iets meer, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk zo'n 2500 euro per maand. Ik hoop tussen de 7 à 10.000. Ja, niet te veel spenderen. Ja, gewoon niet te veel geld uitgeven, denk ik. Ja, dat niet te veel aan eten, gewoon aan dingen dat wel belangrijk is. Dat ik er goed mee om moet gaan. Dat ik altijd wel een spaarpotje bij me moet hebben. Voor als er noodsituaties zijn. En ik heb altijd wel zakgeld gekregen. Dus ik heb wel van mijn ouders meegekregen hoe ik met geld moet omgaan. Gewoon goed op je geld letten en niet aan domme dingen uitgeven. En dat is gewoon een beetje wat nog moeilijk is. Maar ja, ik doe mijn best ervoor. Ik moest het allemaal zelf regelen, ja. Ze zaten er wel bij voor ondersteuning natuurlijk en of ik dingen vergat en al dat soort dingen. Maar ik heb het allemaal zelf geregeld, ja.